Kun je maar niet deur verbinden? Nee, maar we werken samen. We moeten samen hand in hand lopen door het leven, hè, meneer. Handjes knuffelen, handjes geven, liefde. Dat is belangrijk. Ja, maar ik moet er niet aan, want het is vrij druk hier. Is dat dag nog, hè? Ja, dat is belangrijk, hè, dat je knuffeltjes geeft en handjes en zo, hè? Hé? Goedenavond iedereen, welkom op mijn kanaal. Today is a prank all day, you guys love it. Bij mij is het nog altijd zo'n haat-liefde-relatie, ik weet het niet. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne dag gehad. Zo niet, get over it. Of kijk naar mijn video's om je op te vrolijken. Ik heb gisteren de meest gênante openingszinnen naar mijn Tinder-matches gestuurd. Ik heb al die gesprekken verwijderd. Het ergste van al die mannen naar waar ik heb gestuurd, hebben ook binnen het half uur allemaal geantwoord. En eigenlijk had ik daar een extra video van moeten maken, ben ik heb dat gewoon allemaal verwijderd omdat ik dat gênant vond. Zo jij, sorry. De shout-out voor vandaag gaat naar Ilani Dursin, of Dursin, maar ik denk Dursin. En die zegt, wij zijn trots op jou, Jamila. Ik vind de nieuwe planning helemaal top. Ideaal. Ik heb ze zelf verzonnen. Ik heb ergens een video waarin ik deze kleedje aan heb en dan deze bril op heb. En ik denk dat dat ook een prank call is. Oké, het woord van de dag staat vandaag gelinkt aan nieuwe ideeën voor nieuwe prank calls. Dus voor mij is het moeilijk elke week om altijd met nieuwe ideeën te komen voor prank calls. Dus laat mij hier beneden weten welke winkel moet ik bellen of wat voor soort winkel moet ik bellen. En wat moet ik dan vragen of zeggen. Kom alsjeblieft met goede ideeën. Niet met bellen naar McDonald's en zeg dat je vast zit op de wc. Heel de wereld doet dat. And I also did it already. En dan ga ik volgende week zien de welke we gaan gebruiken. Ik heb vandaag ook mijn kaasoorbellen aan. Because I feel a little bit cheesy. Er is één gesprek bij dat ik gewoon wil doen. Dat is niet echt een prank call. Maar misschien dat dat wel nog kan aandraaien in een prank call. Dat is namelijk een medium bellen. En achter mijn toekomst vragen. I just wanna know. Dat is €1,50 per minuut. So we're gonna fucking rond dat gesprek snel af. Maar daar wil ik wel mee beginnen. Oh ja, ik heb het woord van de dag nog niet gezegd. Het woord van de dag is... Prankles van Jamila Baidu zijn de allerleukste op aarde. Dat is de lange woord. Deze oproep zal u maximum €1,50 per minuut kosten. Alleen die shit er tussendoor is al nog een fucking 3 minuten, hè? Please. Welkom op de spirituele consultlijn van Paravisie. Goedemorgen, dokter. Ja, goedemorgen. Ik heb eens verschillende vraagjes. Ja? Ja, welke voorspellingen kan u doen? Nou, ik kan inzicht geven. Inzicht over de toekomst? Inzicht over de situatie, eigenlijk. Maar het is niet dat u de toekomst echt kan voorspellen of zo? Nee, dat kan echt niemand. Oeh, dat kan niemand. Ik kan inzicht geven. Wat zegt u? Er zijn toch altijd mensen die dat kunnen? Ik ken hiervan niet. Oh. Ja, en welke informatie heeft u nodig van mij? U vraagt. Ah, u kan niet gewoon een algemene reading doen. Oh, nee, ik werk met vragen. Met wie spreek ik en wat is uw leeftijd? Oh, u spreekt met... Uw naam en leeftijd? Ja, Jamila, dat is J-A-M-I-L-L-A. Ja. En mijn leeftijd is 31. Ja. Oké. Ik zie in ieder geval dat er een verandering gaat komen op het gebied van de mensen om u heen. Want niet is je degene, dus even eerlijk. Er ligt hier wat manipulatie, er komt een verandering aan. Dat heel plotseling. Ik zie dat dat ook gepaard gaat met wat strubbelingen. Dan zie ik geschenken komen, ook op werk. Ik zie vriendschap met een man liggen. En ook succes. Dus als het gaat om financiën, komt er wel een groei. In ieder geval een verandering. Dat zou een plotselingere verandering zijn. Dus er komt een omkeer eigenlijk. Oprechte vriendschappen, dus loyaliteit, eerlijkheid. En is er iets op liefdesvlak te zien voor mij? Dan ga ik het even kijken. Is er iemand waarop u wil dat ik kijk? Nee. Of ja, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Oké. Gaan we eens even kijken. Kost mij al €10 deze gesprek in Mekker? Voor waar rommel toen ik in heb? She's looking for Ashton Kutcher. It's far away in Amerika dan mee. Ik zie wel een relatie liggen. Of dat Ashton Kutcher gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik zie hier wel een relatie liggen. Ook de afgunst van de mensen weer om u heen. Mm.
zo te zien gaat u daarmee breken, hoor. Het zal weer opgebouwd worden vanuit een vriendschap. Dus dat ligt er ook. Oké. Okay. Maar niet met Ashton dan? Ja, nou, er staan geen namen op kaart. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Oh. Maar goed, ik kan er natuurlijk altijd naast zitten, wat dat betreft. Ja. Maar er staan geen ik heb geen kaarten waar Ashton op staat. Nee. Ah. En kinderen? U wilt kinderen of u heeft kinderen? Ja, dat zou u moeten weten, hè? Ja, dat klopt. Ja. Gelukkig weet ik niet alles. Maar wel een hoop. We gaan eens even kijken. Ja. Het kan financieel beter gaan. Ons plaat mij helemaal leeg. Ik ken er niet meer. Ik zie het voor nu tot 6 maanden niet liggen. Nee. Maar dan heb friep, jongen! Oh, nee. Oh, sorry, maar ja, sorry. Als ik ooit geen YouTube niet meer doe, dan kan ik medium worden. Allee, ja, what the fuck is that? Zelfs ik zou nog beter inzicht hebben. Ik zeg zo tegen haar. Wilt u kinderen of hebt u kinderen? Dat zou jij moeten weten, hè? Ja, dat is waar. Kom, maar heb ik hier betaald? Jongen, maar dat is er wel over, hè? €12! €12 voor shit te horen dat letterlijk heel de wereld hetzelfde meemaakt. Astonbleef. Grootste shit ever. Voor Nederlands druk 1. Pour le français, appuyez sur 2. Heb je een vraag over je bestelling? Druk 1. Je wil extra info over de voorraad van een product? Druk 1. Jammer genoeg beschikken wij niet over de technische productkennis via telefoon. Tot binnenkort bij Mediamarkt. Dat verdient, jongen. Dat hangt gewoon op, stomme rommel. Langer dan 48 uur geleden? Druk dan 2. We raden je aan om nog even geduld te hebben. Tot binnenkort bij Mediamarkt. Dit is de meest shitty ass fucking keuzemenu dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Je krijgt 54,3 vragen. Je lost die allemaal op. En dan hangen die op. Stablief. Daarom gaan we dus naar Van den Borren. Jongens, amai, daar kan ik zo pist van worden, hè, gast? Waar is die goeie oude tijd waarin dat je gewoon tuut, tuut en dat er dan iemand opnam? Nee, jongen, hij heeft een hele quiz dat je moet doen voordat je iemand spreekt. Stop met praten! Wil je informatie over je thuislevering? Wil je een toestel laten herstellen? Morgen, goedemiddag. Meneer, is dat nog normaal hoe lang dat je moet wachten tegenwoordig? En waarom raden? Wat blief? Waarover gaat het? Over die telefoon hier. Voor een aankoop te doen? Meneer, het gaat erover, ik ben dat mug dat je zo lang moet wachten totdat er iemand aan de lijn komt. En is het voor een aankoop te doen? Ja, mijn moeder heeft een vraag. Ik kom mijn moeder even geven, hè. Ja. Maar... Hallo? Hallo? Elektro Van den Borren. Meneer? Ja? Mijn dochter die zegt dat golle tv's in kleuren. Dat hebben wij, ja. Die is toch aan het liegen, of niet? En wie is in kleur? Ja, mijn tv is nog altijd in zwart-wit. Hallo, Westmedic. Albert en Westmedic Creamers. Hallo? Hallo. Ah, zeg, ik heb eens een vraagje. Eet je nog melk van de veganistische koe, of niet? Melk van de? De veganistische koe. Oh, ik ga even kijken, hè, momentje. Ja, merci. Nee, die hebben wij voorlopig niet meer voor. Hoe voorlopig? Ja, die staan er nu niet bij. Misschien bij de bestelling of dat weet ik niet. Ik weet niet wel of er op de vracht zit. Ah, maar normaal eet je dat toch altijd? Ja, normaal wel, ja, maar ja... Soms is er een product dat is uitverkocht, hè. Van de veganistische koe, madame. Ja, hallo. Ja, de verbinding is heel slecht. Ah, sorry, hè. Van de veganistische koe hebben we gewoon normaal gezien toch melk? Ja, dat klopt, ja. Maar voorlopig niet. Maar wat voor melk is dat dan? Ja, die staat hier bij ons in Schatten. En onder welke naam stond die? Weet jij dat nog? Hallo? Ja? Verkopen jullie melk van de veganistische koe? Ja. Hoeveel is er nog op voorraad? Ik zal eens even zien. Maar wat bedoelt u? Wat bedoelt u van de veganistische koe? Ja, een vegan, als dat zo'n koe. Wat?
Ja, die zijn altijd sowieso al gemaakt. Dus ja, wij krijgen die gewoon zo binnen, maar normaal gezien zijn die vegan. Want een koe, ja, die eet enkel maar gras, dus dat is sowieso veganistisch, hè. Ja, maar als wij van de koe drinken, is het toch niet veganistisch? Jawel. Dus als je melk drinkt, ben je veganistisch? In principe wel, ja, want er zijn verschillende soorten melk, hè. Maar als het van een koe komt, is het toch niet meer veganistisch? Jawel, je kunt het opzoeken, dat is bewezen. Wat? Je kunt het opzoeken op internet, dat is bewezen. Ja, ik heb je verstaan, maar ik bedoel, wat als ik verschiet ervan? Maar meneer, even, je hebt toch zo havermelk en zo? Ja. Ja, dat is veganistisch, maar als het uit een koe komt, is het toch niet meer vegan? In principe wel, jawel. Maar hoe dan zelfs? Internet? Maar hoe moet ik dit zelfs opzoeken? Via de computer, via de laptop. Ja, dat weet ik, maar ik bedoel, onder welke zoekterm? Gewoon, is een koe veganistisch? Zoek dat maar op. Ja, een koe is wel veganistisch. Want die eten geen andere melkproducten. Ja. Maar wij, als wij de melk van een koe drinken, dan zijn wij toch geen veganisten? Toch? Waarom? Nee, meneer. Dat slaat toch nergens op. Is een... De informatie die ik heb gekregen, heb ik moest het ook zo doorgeven, dus... Ik zou stoppen met die informatie zo door te geven. Die klopt echt nergens. Een veganist... Elke veganist drinkt geen melk. Enkel als het havermelk is of andere soorten melken. Maar niet van een koe. Als het van een dier komt, is het niet veganistisch, meneer. Nee, is goed. Dat zal ik ook onthouden. Want ja, als er echte veganisten bellen en je zegt die onzin, dan kan je andere werk zoeken, denk ik. Hier, als je plantaardig wilt eten, dan schrap je koemelk en geitenmelk en alle producten die hiermee gemaakt zijn. Snap je? Ja. Ja, dat heb ik net gelezen van Google, hè. Oké. Oké, is goed. Maar dan heb je weer iets bijgeleerd vandaag, toch? Ja, half-half. Ik wist er al een beetje wel van, maar niet exact alles ervan. Oké, nu weet je dat wel. Kan je weer verder gaan vertellen tegen mensen? Ja, oké, dat is goed. Oké, bedankt. Dat is niks. Dag. Dag. Wat? Wat? Niet wat? Bro, wat zegt die man? In principe wel hoor, als je melk van een koe drinkt, is dat veganistisch. Wat? Oh, Jesus. We gaan het aan de echte grote baas vragen, jongens. We gaan het vragen aan ChatGPT. Als je melk van een koe drinkt, is dit dan op eenders welke manier dan ook veganistisch? Dit is echt het domste gesprek dat ik ooit heb gehad. Nee, melk van een koe is niet veganistisch. Het veganistisch is... Het feit dat hij je zegt. Wat zei hij op een gegeven moment? Ik zeg, ja, maar waarom is een koemelk dan veganistisch? Omdat een koe zelf... wat zei hij? Niks van zuivel eet of zoiets. Ik weet niet. Oh, dat antwoord was... Ah, ik ken daar niet mee. Goedemiddag, met apotheekmelkmarkt. Hallo. Ik heb eens een vraag. Ja? Hebben jullie maanbrandcreme? Nee. Maar is dat een ding dat bestaat? Ik denk dat niet, nee. Want je hebt toch zonnebrandcreme, maar je moet toch ook maan... Want de maan is ook een schijn, hè? Wat is er met ons land aan de hand? Mensen zijn zo tering irritant. Ze schuiven alle klanten aan de kant. Het maakt niet uit naar waar ik bel, want in elk pand... Is het rel en dat is niet plezant. Man, brandcrème zou een ding moeten zijn, man. Brandcrème. Hallo? Ja? Sorry, ik zat even met je mug. Een vraagje. Hebben jullie... je hebt dat zonnecrème, hebben jullie toch, hè? Ja. Maar is er ook iets voor de schijn van maan? Maanbrandcrème of iets dergelijks? Sorry, voor de schijn van wat, hè? Maan. Je hebt de maan schijnt ook, hè? Ja, de maan die geeft geen UV, hè. Ah, dus dat kan geen kwaad? De maan, nee, de maan zelf schijnt niet. De maan is een reflectie van... En kan dat kwaad dat je kijkt in de maan? Nee. Dus ik moet daar geen bescherming tegen doen? Nee.
Maar zou zonnecrème ook helpen tegen de maan? Nee, vandaar dat dat zonnecrème heet, anders zou dat maancrème heten. Maar de maan stuurt zelf niks uit, hè. De maan is gewoon een rotsblok die iets gaat weerkaatsen, maar het zijn de UV-stralen die van de zon komen. Amai, u bent wel slim, hè, meneer? Dat zijn dingen die we in de lagere school allemaal gezien hebben. Ja, dat heb ik nooit niet geweten. Dat ben ik nooit niet geweest. Nee, ja, maar ja, kijk, daarom bent u apotheker geworden en ik niet, hè. Allee, ja. Maar ik ben nog altijd geen wiskundige, ik ben nog wel een apotheker. Maar u gaat wel wiskundige worden, toch? Sorry? U gaat dat wel worden, toch? Nee, ik ga apotheker blijven. Goed, maar ik ga hier nog een keer doorwerken, hè. Moest u nog vragen daarover hebben, dan kunt u beter naar Frank de Bozer bellen. Die gaat u daar beter over kunnen. Dat is goed, dank u wel. Goed, nee. Ja, bye. Heb je nog vragen? Nee, moeten beter nog Frank de Bozere bellen. Die gaat u er beter mee kunnen helpen. Die gast heeft mij geprankt, daar ken ik niet mensen. Oh, ik dacht zo echt, die gaat keivriendelijk zeggen dat je nog vragen hebt, dan bel hem maar terug. Nee, bel me nog Frank de Bozere. Oh, daar ken ik niet mee. Hallo? Hallo. Hallo. Hebben jullie luchtbedjes op basis... Nee, sorry. Waterbedden op basis van lucht? Maar wij verkopen enkel materiaal voor mee te werken, hè. Ah. Goed? Dat is goed. Oké, tot ziens. Oh, ik ben zo flauw aan het worden op deze punt. Dat ik echt zo irritant begin te worden, gast. Ja, waarom bel ik ook met een brik over een bit eigenlijk, gast? Ik heb zo weinig geslapen dat ik zo irritant ben. Dat is niet normaal. Mijn ogen pikken gewoon van muchten, gast. Goedemiddag, met Jocelyn. Hallo? Ja? Ah, zeg, ik heb eens een vroegje. Gollen niet toch bidden, hè? Ja. En de gollen ook bidden, waar dat in de matras rijst zit. Nee, dat is gewoon een bedbodem en dan de matras erbovenop, maar geen lucht. Maar in die matras zit er daar geen... Ja, dat is schuim. Ah wel, maar Ede gaat ook matrassen met rijst in. Nee, met schuimen, mevrouw. Geen rijst. Anders zou je moeten vragen in een van onze winkel, mevrouw. Maar ik ben toch in de winkel? Nee, u bent bij de klantenservice. Welke winkel woont u vlakbij? In Lille. Maar ja, mijn bril is nog nooit zo scheef gestaan. Ja? Edegolle reisbedden. Nee, dat hebben we niet. Nee, ik bedoel matrassen met rijst in de plaats van schuim. Nee. Wat zit er in alle matrassen in? Schuim, oftewel pocketvering. Geen rijst. Dat is keigoed voor de rug, hè. Dat is iets nieuws, hè. Gaan we dat nog implementeren in het assortiment? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat weet ik niet. Daar heb ik nog niets van gehoord. Daar kan ik niet op antwoorden. Oké, ja. No. Oh, maar ik ben echt fucking lastig. Ik ken daar niet mee. De pizza uit. Ken tikken fried chicken in de pizza uit. Goedemiddag, mevrouw Tessier. Goedemiddag. Meneer, we zitten gewoon verlengsnoeren. Excuseer? Verlengsnoeren. Nee. Er is gewoon geen verlengdraad. Ah, een verlengdraad. Oh ja, wat dacht dat ik zei? Ja, dat is er, ja. Wel, er zijn er tegenwoordig nieven, hè, van die draadloze, hè, de golle die? Ja, nee, het is altijd nog in stopcontact. Oh, geen draadloze? Nee. En komen die nog binnen? Dat weet ik niet. Hè, de golle bedden? Nee, ook niet. En stolen? Ook niet. Golle net toch tuinstolen, of niet? Nee, dat is allemaal in de grote beko. Oh, wat zijn de golle en kleine? Ja. Dan zal ik eens bellen naar de Brico in Corbeklo. Ah ja. Ja. Dus gollen geen verlengsnoer? Nee. Oh, en de zus zegt er van wel? Ja, maar niet draadloos. Ah ja. Ça va.
Ja, ik vind dat niet zo savant, maar ja, als het niet anders kan. Ja, ik zal eens bellen naar de grote Brico, Corbicro. Ah, ga jij bellen? Ja, nee. Ah. Ja, nee, dus je moet bellen daar. Wat is die nummer, meneer? Dat weet ik niet, we werken niet samen. Oh, maar je zit er wel reclame voor te maken. Dan moet je eens een keer opzoeken op Brico Corbicro en daar staat mijn nummer. Kun je maar niet deur verbinden? Nee, maar we werken niet samen. Je moet samen hand in hand lopen door het leven, hè, meneer. Handjes knuffelen, handjes geven, liefde, dat is belangrijk. Ja, maar ik moet er niet aan, want het is vrij druk hier. Sava, een fijne dag nog, hè. Ja, dat is belangrijk, hè, dat je knuffeltjes geeft en handjes en zo, hè. Hé? Ik denk jij lastig, mijn keer. Lotte tut, jongen. Ik heb het allemaal gehad met dat volk. Alsjeblieft. Goed, was weer een prank call van alles of niks. Allee, joh. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet niet te reageren, te liken, te delen. En dan zie ik jullie morgen weer al terug bij een nieuwe video. En morgen is het Random Thursday. Dat wil zeggen dat ik volledige vrije keuze heb om te kiezen wat ik morgen doe. Dat is weer nadenken, strijk. Aston Blake. Ik zie jullie morgen terug en dan zie ik zoals altijd. Adios, amigos.